De Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA, heeft gisteren haar eenjarige bestaan gevierd. De viering vond plaats bij Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Center aan de Gravenbergstraat. James Heppel, president en CEO of de Aruba Hotel and Tourism Association, was de keynote spreker van het evenement. Het doel van de SHATA is om de private sector te bundelen en daarmee de belangrijkste gesprekspartner te worden van de overheid om de toerismesector te maken tot één van de economische pijlers van Suriname. De officiële lancering van de organisatie vond plaats in de eerste week van oktober 2016. Ex-directeur van Staatsolie, Mark Waldijk, is voorzitter van deze organisatie. Hij geeft aan dat er veel is gebeurd sinds de oprichting. Een aantal zaken is wel niet zichtbaar geweest, zegt Waldijk. We hebben hoge verwachtingen en willen snelle veranderingen in de sector zien. Als bestuur begrijpen we dat. Maar wij hebben verkozen om eerst een solide basis te leggen, een goede fundatie te leggen voor een robuuste organisatie. De SHATA heeft als organisatie het doel om alle stakeholders in de toeristensector te bundelen, ten einde de sector verder te ontwikkelen en op een hoger niveau te tillen. Daartoe is een goede samenwerking vereist met alle relevante partijen binnen de overheid. Met als focal point het ministerie van HINT. Dat is een vereiste. De SHATA beoogt als organisatie in de private sector op gelijkwaardige wijze samen te werken met de public sector. De overheid faciliteert, stimuleert, schept het juiste klimaat middels wettelijke kaders, reguleert en controleert. Dat is haar taak. De rol van de private sector is om te creëren, te bouwen, te ontwikkelen en te investeren. In de afgelopen periode is er veel lobbywerk in dat kader verricht, ten einde de benodigde institutionele kaders in place te krijgen. Het bouwen van de juiste kaders is de eerste stap geweest van de SHATA, zegt Waldijk verder. Er wordt onder meer een directeur aangesteld. Er is ook verder gewerkt aan een toerismewet, geeft hij aan. Belangrijk is dat de overheid zich realiseert dat er veel financiële middelen benodigd zijn ten einde de sector op een adequate wijze te ontwikkelen. Ze bestudeert daartoe modaliteiten in dit kader om ervoor te zorgen dat er op structurele wijze een deel van de belastingopbrengsten uit de toerismesector weer terugvloeit naar die sector. Ik wil benadrukken dat we in de afgelopen periode veel hulp hebben gehad vanuit Nederland. Met name CBI, dat is Center for the Promotion of Imports from Developing Countries. En de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reizigers. En we zijn ze daarvoor heel erkentelijk. Niet alleen financieel hebben ze financieel ons gesteund, maar ook inhoudelijk. We came a long way, maar er is nog veel werk aan de winkel. We zijn er nog lang niet. Ik weet dat een hele hoop mensen staan te popelen, maar ik zie het als een lange weg. Maar we zijn goed op weg. Mark Waldijk, voorzitter van de Surinaamse Hospitality and Tourism Association, SHATA, dat gisteren haar eenjarig bestaan vierde. De viering vond plaats bij Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Center aan de Gravenbergstraat.